Dag lieve Social Basitassers en leuk dat jullie weer kijken naar Dit is gewoon Dennis van Crazy Music. Dat was een spannend filmpje. Ik wil het niet nog een keer zien. Jullie zagen van vooraf al een filmpje en wat ik daarmee wil maken is dat er eigenlijk een vloek heerst op Crazy Music. Waarom een vloek is omdat verleden week heeft Elze darmproblemen gehad. Elze heeft daar veel last van gehad, heeft daar ook in het ziekenhuis gelegen en daardoor kon zij niet een verrassing maken voor jullie. Moet ik jullie vertellen, ik heb ook darmproblemen gehad van de week. Ik heb daardoor niet in het ziekenhuis hoeven liggen, maar ik heb wel enorm veel last met lopen, staan, zitten, liggen, lachen, hoesten, alles. Dus vandaar, er heerst een vloek op Crazy Music. Want elke keer als Elze en ik een filmpje willen maken, gebeurt er wel weer iets. Ben ik een keer ziek geweest toen ik een filmpje wil maken, een migraineaanval. Elze en ik wilden een keer een filmpje maken, migraineaanval. Elke keer als ik een filmpje wil maken, heb ik wel iets. En Elze ook, want die zit nu op de bank, of ligt op de bank, met veel pijn. En dat kan ik snappen, want ik heb dat namelijk ook. Ik word zo gek dat er elke keer wat met ons is. Dus bij deze Elze beterschap, want ik weet hoe het voelt. En willen jullie Elze nou ook beterschap wensen, doe dat dan even in een reactie hier beneden. Want ik denk dat ze dat wel heel leuk gaat vinden. Dit is een heel kort filmpje van mij, want ik ben nu alweer klaar. Maar ik wil een mededeling doen, want volgende week zaterdag komt er een extra Dit is gewoon Dennis special. Waarom? Ik ga iets met mijn haar doen. Maar wat? Ik ben zo benieuwd naar mijn nieuwe haar. Ja, ik ga volgende week iets met mijn haar doen. En wat? Dat ga ik natuurlijk niet zeggen. Maar sommigen weten het wel. En ik hoop dat die nog even hun mond dicht kunnen houden. En dus wat het is, zie je volgende week. Zaterdag om 3:00 wordt dit filmpje geüpload. Wat het is, zeg ik niet. Maar ik hoop dat de mensen die het wel weten, even nog hun mond dicht doen. Want jullie mogen ook raden wat ik ga doen met mijn haar. Er zijn heel veel dingen geraden, maar nog geen één is goed. Ik heb wel een aantal dingen gehoord waarvan ik dacht van dat is het wel, maar ik zeg gewoon nee. Jullie mogen raden wat het is. Degene die het weten, alsjeblieft nog even je mond dicht en laat gewoon de mensen raden wat het is. Spannend hè, ik weet het zelf ook nog niet. Dus willen jullie raden wat het is? Doe dat dan even in de reactie hier beneden. Want het is iets wat ik gewoon totaal nog nooit gedaan heb. Vergeet dit filmpje niet te delen via Facebook, Instagram, Twitter, mond op mond. Dat mag natuurlijk ook. Vergeet ons ook niet even te mailen. Want heb jij een leuke tip, een leuk idee of wil jij zelf een keer meedoen? Kan allemaal, maar stuur dan even een mailtje naar crazy-music@hotmail.com. Nogmaals, crazy met C-R-A-Z, Griekse ei. En volgende week zaterdag, dan is het zover. 28 maart komt er om 3:00 middags het filmpje online. En dan kunnen jullie zien wat ik met mijn haar ga doen. Wil je gaan? Beneden. Kan allemaal. En dan heb ik nog één ding te zeggen en dat is, ik hou van jullie en zo. Zo spannend, dat kan ik je nou vertellen.